In deze video gaan we dit boekje maken. Ik ben geen professionele boekbinder, maar dit is wel een hele leuke techniek. Er zijn verschillende methodes om dit te doen. Dit is een van de vele, maar op een redelijk eenvoudige wijze kun je dus een handgebonden boekje maken met daarin drie setjes met blaadjes. En dit is gemaakt van wat mooi papier en ook papier van de printer. Ik heb hier iets dikker papier gebruikt, maar als je gewoon alleen kopieerpapier hebt, kun je dat ook rustig gebruiken. Dus dit boekje gaan we maken in deze video. Wat heb je nodig? Je hebt een vel papier nodig. Dit is dan dubbelzijdig papier, dat is natuurlijk niet verplicht. Maar je hebt dus een vel papier nodig, die is 18 bij 27. En dan heb je nog een vel nodig van 12,5 bij 22. Je hebt wat stukjes karton nodig. Daar kun je de verpakkingsmateriaal van gebruiken. Van bijvoorbeeld een pak soep. Dit was toevallig het stuk karton wat bij dit papier zat voor de stevigheid. En die heb ik... Je moet je voorstellen, het boekje wordt straks ongeveer A6. Maar ik heb dit kartonnetje ietsjes, een paar millimeter breder gesneden. En om precies te zijn, zal ik hem even opmeten. Ik heb deze 10,8. Heb ik deze. En dan de hoogte, dat is 14,8. Dus hij is ietsjes breder, want een A6 is 10,5. Dus ik heb hem 3 mm breder gemaakt. En dat is op het moment dat je deze vouwt, dan gaan ze ietsjes uitsteken. Kijk, en als je goed kijkt, zie je dat er net een klein randje zit. En dat vond ik achteraf toch iets minder mooi. Dus voor deze versie heb ik hem even een paar millimeter groter gemaakt. Dit is de rug. Die is 18 mm, 1,8 cm. Is niet millimeter nauwkeurig, maar... Dus als het bijvoorbeeld 1,9 is of 1,7, is dat op zich geen ramp. Dan heb je nodig een boekbinderslijm of een PVA-lijm. Een PVA-lijm is makkelijker te verkrijgen bij de meeste winkels. Maar een boekbinderslijm die is er speciaal voor bedoeld. Maar ik heb dus ook van Aline Tacky Glue en de rode verpakking. En dat is een PVA-lijm, die werkt ook heel goed. Maar in dit geval gebruik ik dus deze boekbinderslijm. En vaak is het bij boekwinkels ook nog deze boekwinderslijm kun je krijgen. Dus je kunt in principe ook tape gebruiken, maar ik zelf vind het altijd wel fijn om met een vloeibare lijm te werken. Nou, dan moet je je voorstellen, we gaan straks dus deze hierop gaan we die vastplakken. Er moet in ieder geval de dikte van een stukje karton moet ertussen zitten. Dus dat hij goed kan buigen straks. Ietsjes meer is niet erg, maar te veel wordt hij weer minder stevig. Dus je moet even een klein beetje een gulden middenweg ertussen vinden. Ik doe in deze video het even ietsjes makkelijker dan ik het normaal gesproken doe. Normaal zou ik met een kwast, zou ik dit ook nog een beetje... Normaal zou ik met een kwast dit ook nog verder uitvegen. Dat maakt het nog even ietsjes beter, maar nu voor het gemak druk ik even goed aan. En dan pakken we het volgende stukje. Voordeel van een boekbinderslijm is dat het lekker snel droogt. Tenminste bij de boekbindlijmen die ik tot nog toe gebruikt heb. Zoals ik al zei, zorg dat er in ieder geval de dikte van je karton tussen zit. Dus als je wilt, dan kun je dit nog verder met een kwastje verspreiden. Wat ook ontzettend handig kan zijn, is een vouwbeen. Die voor mij is heel veel gebruikt. Nu gaan we vast tegen het papier vertellen welke kant het rolt. En dat doen we door het alvast om te vouwen en dan weer terug te vouwen.
Hierdoor lijmt er straks een stuk makkelijker. Nu we dat hebben gedaan, gaan we de hoekjes weghalen. Je knipt een beetje naar de hoek toe, maar net niet helemaal. Er zit nog zo'n 1 of 2 mm zit hier nog. Dus je knipt hem zo scheef de hoekjes weg. Het wordt zeg maar een soort V met hele brede benen. Zo. Nou, nu gaan we die vastplakken. Welke kant je eerst doet, is je eigen keus. En nu is het ontzettend handig als je dus een vouwbeen hebt. Dan kun je, je verspreidt in principe ook meteen de lijm. En je duwt er gewoon lekker strak aan. En het voordeel is dat je zelf geen vieze vingers krijgt. Dus ik druk het eerst even gewoon toe. Dan ga ik er dus een paar keer met het vouwbeen overheen. Als je dus eerst met de kwast verspreidt, dan is de lijm ietsjes regelmatiger. Nu verspreid ik het in principe door er ook met mijn vingers en een vouwbeen overheen te gaan. Een belangrijke stap. Nu pak ik het vouwbeen en duw hem hier tussen. Ik kan hem ook een beetje omvouwen zo. Zodat ik ook goed hier in de riegel vast zit. Oké. Nou, nu gaan we de binnenkant, die gaan we bedekken. Ik heb hier gebruik gemaakt van een vel dat oorspronkelijk 30 bij 30 centimeter was. Of 30,5 beter gezegd. Dus dit past dan precies. Mocht jij een groter vel hebben, dat die bijvoorbeeld meer tot hier komt, is dat alleen maar mooier. Maar dit is in principe voldoende om alles te bedekken. Voor het gemak laat ik wel eventjes zien hoe dat werkt met die kwast. Dus dan, je brengt nog steeds gewoon de lijm aan. En daarna pak je dus een kwast. En dan verspreid je het kan anders zijn om even op de ondergrond even wat oude kranten te doen. Maar dan verspreid je in principe de lijm alvast. En heb je een iets betere. Nou, nu komt het wel een beetje precies hoe ik hem dus aanbreng. Weer voorzichtig. Hier een vouw doen. Dus nu is de rug die is klaar. Nu gaan we de gaatjes in prikken. Maar dat kan soms een beetje lastig kan het te zien zijn. Dus ik heb dus voor mezelf een soort hulpmiddeltje gemaakt. Ik heb op een stukje papier dat net zo groot was als de rug. Heb ik een aantal gaatjes, heb ik, of een aantal stippen heb ik gezet.
Die zitten op 1,5, 4,5, 7,5, 10,5 en 13,5 centimeter. En dan zit er dus eentje in het midden en eentje op een paar millimeter links ervan en eentje op een paar millimeter rechts ervan. Dus dat, en die kun je dus zeg maar hier op de rug neerleggen. En dan weet je zeker, zorg dat er dus hier aan de boven- en de onderkant ook ongeveer 1 of 2 millimeter. De reden dat dit nu iets groter is, is natuurlijk omdat je papier om de rug heen hebt geslagen. Dus dan ga je al deze gaatjes, die ga je prikken. En het mooie is dat dit strookje, als die eenmaal goedgekeurd is door je, kun je die hergebruiken bij een volgend boekje. Zo. Alle gaatjes die zitten erin. Dan heb je een aantal vellen nodig. Dit is A4-papier die door midden is gesneden. Op dit moment is het A5. En die ga ik dubbel vouwen. En die kun je nog scherper maken door met je vouwbeen eroverheen te gaan. En dat, daar maak je bundeltjes van. Ik heb hier een hele stapel. We gaan 3 bundeltjes maken. En dan van elk 5 vellen. Mocht je liever minder velletjes gebruiken, kan dat uiteraard ook. Nu gaan wij al deze velletjes gaan we ook van gaatjes voorzien. Het mooiste is dat als je dat velletje voor velletje doet. Kun je dat nou echt niet, dan mag je het ook per een paar doen. Maar het risico is dus als je de gaatjes prikt, dat er dan altijd iets verschuift. Je kunt deze vanaf de buiten naar de binnenkant doen. Maar als je ze dus inderdaad niet één voor één doet, maar meerdere tegelijk, dan is het het beste dat je het aan de binnenkant doet. Maar mijn suggestie is dus om één voor één te doen. En dan leg je dus gewoon je liniaal leg je bij de rug neer. En dan doe je ook 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5. Zo ga je één voor één ga je ze allemaal doen. En dan kom ik weer bij je terug. Het is wel van belang dat ze allemaal nog dezelfde kant op wijzen. Dus we hebben nu dus 3 bundeltjes van elk 5 met gaatjes erin. En die gaan we nu bevestigen in ons mooie boekje. Daarvoor gebruiken we een stuk draad. Je begint hier aan de binnenkant van het kaft. En dan prik je weer naar beneden in het volgende gaatje. En dan prik je door het tweede gaatje van je eerste stapeltje. En dan prik je weer terug. Straks gaan we dit allemaal goed aantrekken. En dan prik je hier door het volgende gaatje van de kaft. Blijf dus wel op dezelfde rij zitten. Dan ga je weer omhoog. En je gaat weer door je boekje heen. En je gaat weer door je boekje heen. Nu is het van belang dat je alles even goed aantrekt.
deze niet te kort. Moet wel een beetje lengte blijven om straks een knoopje te maken. Dus stevig aantrekken, maar niet te hard trekken, want anders maak je misschien iets kapot. Nou, er zitten op dit moment hier dus nu twee stiksels. Nu gaan we weer naar beneden. Dus hier zijn we omhoog gegaan, we gaan hier weer naar binnen. En nu proberen we meteen hier doorheen te steken. Even goed aantrekken. Zoals ik al zei, strak, maar niet te hard. En dan gaan we hier ook weer naar binnen. En nu gaan we voor extra stevigheid kun je ervoor kiezen. Dat is een beetje misschien lastig te zien. We gaan dus eerst door de pagina's heen. En dan ga je hier weer door het gaatje. En dan ga je beginnen aan je volgende stapeltje. Dus dan ga je nu in de volgende rij steken. Dus je pakt je volgende stapeltje erbij. Nu wel goed aantrekken dus weer. Volgende gaatje. Als het je lukt kun je meteen door alles heen steken. Lukt het niet. Dan eerst door je pagina's en dan door je kaft. Zorg dat je wel in de goede gaatjes steekt die bij de goede rij horen. Net als net steken we nu dus weer naar buiten. Ik zit ook af en toe op papier overpakken. Dat is meer zodat ik zo goed mogelijk alles grip heb en controle. Des te mooier wordt het straks. Laatste. En dan steek je dus niet door, alleen door de kaft steek je heen. En nu zit ook deze zit goed vast. Dus mijn draad was ietsjes te ik kan er nu dus voor kiezen om hier vast een knoopje te maken. Ook omdat mijn draad een beetje te kort was. Maar dat zijn er dus al twee die vastzitten. Hier gaan we de laatste en derde doen.
Dus nu ga ik de laatste ga ik vastmaken. Ik steek, hier steek ik van binnen naar buiten. Dus je kunt in principe, als je een breder boekje zou maken, kun je net zoveel gaatjes maken als je wilt. Ik draai weer eventjes. En nu steek ik dus alleen even door mijn pagina's heen. En dan kan ik dit vastbinden. En dat komt alleen omdat mijn draad iets te kort was. Op dit moment heb je dus een mooi handgebonden boekje. Met genoeg ruimte om dingen in te plakken. Dus genoeg ruimte dus om hier om het een beetje uit te breiden, zeg maar. Als je dit ietsjes beter nog af wil werken, dan kun je er ook voor kiezen om een klein beetje lijm hier aan te brengen. En dan duw je de uiteindjes zeg maar een beetje onder. En dat is je boekje.